Peter Bruegel de nauwe zou opstaan nog het dood. Voor de wereld als gave was het bloed er nog zo rood. Als Germain zou er nog oorlog zijn. Welkom bij Mandachte, meer zien in moderne kunst. Het is coronatijd en COVID-19 woekert overal. Hoe kunnen we beter onze avonden vullen dan een grote puzzel van zolder te halen? Liefst een van 1000 stukjes. Ik had er nog één. De Toren van Babel. Laten we gaan kijken. Het echte schilderij hangt in Wenen. Het is gemaakt door Pieter Bruegel de Oude. Die is helemaal niet oud geworden. We weten niet precies wanneer hij geboren is, maar hij werd niet ouder dan 44, hooguit. Hij heet de Oude omdat zijn zoon de Jonge genoemd wordt. De Oude maakte niet veel schilderijen, ongeveer 43. De Jonge schreef zijn naam met een H ertussen. De Jonge kopieerde minstens 13 schilderijen van zijn vader de Oude. Maar hij was pas 2 toen zijn vader overleed. Hij leerde het schilderen van zijn moeder. Terug naar het schilderij. Een ronde toren die iets naar links helt, zo immens groot dat de stad, links en rechts ervan, een miniatuur lijkt. De toren werpt zijn schaduw over de stad achter hem. Links staat hij in de klei en rechts is hij verankerd aan rotsen die voor buiten de wand uitsteken. De Toren van Babel leunt op een tekst uit de Bijbel uit het boek Genesis. Dat gaat over het begin van de mensheid. God heeft juist na de zondvloed aan Noach beloofd dat hij nooit meer zo'n ramp als de zondvloed zal ontketenen. Dan besluiten de mensen een enorme stad te bouwen met daarin een toren die hoger zal reiken dan de hemel. En dat terwijl God hen had opgedragen zich te verspreiden over de hele aarde. Toen zorgde God ervoor dat zij elkaar niet meer konden verstaan omdat iedereen een andere taal sprak. De Babylonische spraakverwarring was een feit. De bouw van de toren viel stil, de mensen verlieten het project en verspreidden zich over de aarde. Prominent linksonderin staat een koning met kroon en scepter in middeleeuwse kledij. Het is koning Nimrod, de koning van Babel en de opdrachtgever van de toren. Hij gebaart naar een groepje mensen die buigen voor hem op de grond. Gelukkig heeft Google Arts het schilderij in hoog pixelgehalte gefotografeerd, want in de puzzel gaan veel details verloren. De onderste rand van het schilderij staat niet eens op de puzzel. En daar zie je de kloppers en beitels op de stenen liggen en rechtsonder Bruegels handtekening. Bruegel zonder H. Bruegel vond de steenhouwers kennelijk heel belangrijk. Laten wij de weg van de steen gaan volgen. Onderweg kunnen we inzoomen op de details. Helemaal links zetten 4 man een steen overeind. Misschien voor transport of misschien moet de onderzijde nog bewerkt worden. Het tillen is zwaar en gevaarlijk werk. Als het mislukt, vallen er zeker gewonden. De mannen moeten dus elkaar vertrouwen. 2 van hen gebruiken ronde stammetjes als hefboom. De andere 2 duwen en trekken mee met hun blote handen. Aan andere stenen ernaast is te zien dat het al vaker gelukt is. Deze groep in de voorgrond is groter dan alle andere mensen op het schilderij. Op de rug van een man reist de steen vanaf de heuvel naar beneden naar zeeniveau. De stenen blijven ondanks het perspectief overal even groot. Het lijkt erop dat de stenen uiteindelijk over land en per schip werden aangevoerd. Er is een grote losplaats op de kade aan de voet van de toren. De stenen worden daar omhoog gehesen naar het eerste niveau met behulp van een hijsmolen. Een tredmolen die wordt voortbewogen door mensen die erin lopen, zoals het detail laat zien. Terwijl we de steen volgen, zien we alle stadia van de bouw. Links wordt de fundering alweer hersteld. Rechts is een groot deel van het muurwerk gereed. Maar als je op het derde niveau komt, is links de toren klaar, terwijl rechts het werk nog in volle gang is. Er zijn overal poorten. Het is niet duidelijk wat zich daarachter bevindt.
Ze brengen ons wel bij nog veel meer details van werkende mensen. Ieder doet zijn ding. De zeelui in de haven zijn druk met hun schip en hun tuigage. Deze twee schepen moeten nog aanleggen aan de kade om hun vracht te kunnen lossen. Het doet heel natuurgetrouw aan. Bruegel heeft vast vaak staan kijken aan de haven in Antwerpen. Je beseft steeds meer dat deze toren gesitueerd is in Vlaanderen, misschien in Brugge of in Antwerpen, en wel in de 16e eeuw, en niet in het land van de Eufraat en de Tigris 1000 jaar voor Christus. Natuurlijk is de aanvoer van hout en van palen en balken buitengewoon belangrijk voor de bouw van zo'n werk. Het hutje op dit vlot maakt duidelijk dat deze lieden een meerdaagse reis achter de rug hebben. Hoe kolossaal de toren wordt, is te zien aan de stad waarin zij gebouwd wordt. Een mengeling van Brugge en Antwerpen. In Bruegels tijd werd een muur om Antwerpen gebouwd als verdediging tegen Spaanse troepen. Deze stadsmuur doet Romaans aan, net als de togen van de toren. In het linkerbovendeel van de toren wordt gewoond en geleefd. Een paard trekt met een schmierend geluid een houten slee met vaten over de stenen bodem. Vrouwen hebben de was uitgehangen en een timmerman hakt een balk. Er wordt een vuur gestookt onder een ketel. Overal zijn mensen bezig tussen de steunberen die de toren een aanzien geven van een kathedraal. De grootte van de mensen komt vaak niet overeen met de schaal van de optrekjes. Kijk maar naar het mannetje rechtsboven naast het huisje. De oudst bekende plaatjes van de Toren van Babel zijn boekverluchtigingen. Hier kom je koning Nimrod al tegen, die zich begeeft tussen de arbeiders op de bouwplaats. De toren is nog vierkant, als de bekende ziggurats in Babylonië. Er is een kameel en er zijn fantasiepalmen, maar de mensen lijken al erg westers en middeleeuws. Bruegel schilderde 2 jaar na de eerste nog een toren van Babel. Die heeft als bijnaam de Kleine Toren en hangt in Rotterdam. Het is duidelijk waarom die in Boijmans de Kleine heet. Er zijn veel overeenkomsten, maar ook veel verschillen. Niet alleen is koning Nimrod weg uit de voorgrond, de Kleine is minder tekenachtig en heeft rijpere kleuren. Daardoor is de sfeer onheilspellender. Ik bespreek hem hier verder niet, want er is een erg mooie website over gemaakt door Boijmans in samenwerking met Google Arts and Culture. Bekijk die vooral. De link staat in mijn bronnenlijst op www.mandarte.nl/mzmk. Pieter Bruegel maakte een studiereis naar Rome in 1551 en heeft daar het Colosseum gezien. Terug in Antwerpen werkte hij veel voor de uitgever en prentenmaker Hieronymus Kok, die tijdens zijn eigen reis liefst 8 aanzichten had getekend van het Colosseum. Wat een indruk moeten de ruïnes van dat bouwwerk gemaakt hebben op deze renaissance geesten. Hier lag het concept voor de Toren van Babel. Deze tweede prent van Kok toont de oorsprong van de Romaanse bogen in Bruegels toren. Het laat een duidelijk verschil zien. De binnenwereld van Bruegels toren is gesloten, terwijl het interieur van het Colosseum open ligt. En kijk eens naar het detail onderin Kok's tweede prent. Het Colosseum wordt nu onderzocht door geleerden die aantekeningen maken en als heuse archeologen onder de grote stenen snuffelen. Ze wijzen elkaar op bijzonderheden en discussiëren over de Romeinse bouwkunst. Pieter de Oude wordt wel de Boerenbreugel genoemd, alias Pier den Drol. Die bijnamen doen hem veel tekort. Het humanistisch renaissance-ideaal was zeker tot hem doorgedrongen en hij was na 2 jaar in Italië uitstekend op de hoogte van de nieuwe tijd. Bruegel bracht van zijn Italiaanse reis veel tekeningen mee terug naar huis, vooral van landschappen. Dit landschap is bijna het prototype voor de locatie van de Toren van Babel. De zee, de kade, de oprijzende rotsen, een burcht op een eiland aan de overkant, een stad en een landschap in de verte.
In deze prent is het verhaal gesitueerd van Hero en Leander. We weten dat Breugels schilderij De Val van Icarus gebaseerd is op een tekst van Ovidius. Kortom, Breugel kende zijn klassieke literaire bronnen. En welke kunstenaar denkt niet bij het zien van een onvoltooid marmer aan de werken van Michelangelo? Breugel kende zijn beelden, en zeker de Pietà uit Rome. Misschien zag hij deze Rondanini al, die nog steeds zo sterk werkt dat zelfs onze eigen tijdse kunstenaars het beeld huldigen. Niet alleen voor de beeldhouwers, ook voor de schilders uit zijn tijd was Michelangelo een gigant. In deze plafondschildering wekt Christus Adam tot leven, in een opvatting geschilderd die de klassieke Griekse lichaamsopvatting niet alleen nabootst, maar zelfs wil overtreffen. Breugel ging er zeker kijken met zijn Romeinse vriend bij wie hij toen inwoonde. Michelangelo weet hoe je groepen mensen moet weergeven. Het is niet zo druk en overbevolkt als Breugels taferelen. Het blijven wel altijd goddelijke wezens. De vreselijke satanische dieren van Hieronymus Bosch en Pieter Breugel hebben hem nooit geïnspireerd. Andersom weigert Breugel na zijn Italiaanse reis al die meesters na te apen die hij daar gezien heeft. De mensheid in Vlaanderen en de zuidelijke Nederlanden is niet goddelijk gespierd als Apollo en niet gezegend met het lichaam van de atleet. Ze zijn mager en ze hebben gaten in hun kleren. Ze zijn arm en ze raken van de kook bij elk extraatje. Ze weten wat gulzigheid is en beleven die in het openbaar. Het laatste oordeel heeft al plaatsgevonden. Er is geen redden meer aan. Maar na het feest gaat ieder weer te werk. Deze toren is het verhaal van de bouw. Alle beroepen worden uitgebeeld. Alles wat de mens tot stand brengt, komt voort uit handenarbeid. Er zijn geen machines die het werk verlichten, er is alleen het eigen lichaam en dat wordt afgebeeld. Ieder weet dat van de ander. Niemand onderscheidt zich door bijzondere voorrechten, niemand onttrekt zich aan de samenwerking. Er is buiten koning Nimrod geen heer of meester aanwezig. Het werk organiseert zichzelf. Het volk is één. En dat volk, dat woont in Vlaanderen. Hoe hardnekkig de Bijbel zich ook blijft afspelen in het Midden-Oosten. Deze volkstelling, je ziet Maria op haar ezeltje voortgetrokken door Jozef, komt wel erg dicht bij het kerstverhaal dat zich hier in het noorden altijd afspeelde in de sneeuw. Er is ook nog een Jeroen Bosachtig optrekje met een kruisje aan het dak en een omgekeerde rieten mand als schoorsteen. Daar hangt een spreeuwenpot aan de muur en een zonderling met een Chinees hoedje voert de vogeltjes. Mensen, 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 daar gaat het om. 2019 was het jaar van Breugel, 450 jaar na zijn overlijden. Het was aanleiding voor tal van prachtige en diepgaande studies. Vergeet de Boerenbreugel, vergeet Pier den Drol. Breugel verkeerde in de hoogste kringen. Zijn schilderijen werden gekocht door machthebbers en potentaten, door Philips II, de Oostenrijkse Habsburgers en onder zijn vrienden waren Granvel en Kornhert. Er is veel gespeculeerd over de opvattingen van Pieter Breugel de Oude. Dat gaat zelfs zo ver dat deze prent in België anders wordt genoemd als in Oostenrijk. De moderne titel zegt meer over wie de titel geeft dan over wat er te zien is. Het is hoogstwaarschijnlijk geen zelfportret van Breugel. Van Breugel zelf hebben we geen portret of zelfportret. De gravure van Wierix rechts is na Breugels dood gemaakt, misschien naar een ander verdwenen portret. Voor ons is het tijd om de puzzel af te maken. De honderden mensen die met hun bezigheden precies zijn nagebootst, moeten nog op hun plek. Intussen ontdekken we dat Breugel een meesterverteller was. Het is niet de interpretatie van de Bijbel en niet de Toren van Babel. Het is de mensheid die telt. De vergelijking met Michelangelo
onthult veel over het karakter van Breugels werken. En het laat ook zien waarom Breugel zo goed aansluit bij onze eigen tijd. Onze tijd van miljoenen video's op YouTube, onze tijd van allemaal een camera in onze hand en onze tijd van ongelooflijk veel beelden. Breugel heeft altijd als thema de mens in zijn dagelijkse bestaan. En niet de rijken en niet de supergetalenteerden, maar de normale mensen in de straat zoals wij ze al wel kennen. En daarom zijn zijn schilderijen door alle eeuwen heen en over de hele wereld te lezen. Iedereen begrijpt ze en ze zijn zelfs uitermate populair op dit moment in China en in Korea. Ook al heeft Breugel een Bijbels thema genomen, de Toren van Babel, toch gaat zijn schilderij daar eigenlijk niet over. En wat je ziet is het gezwoeg van de mens naar het bereiken van een ideaal wat waarschijnlijk onbereikbaar is, maar waar de mens zich altijd aan overgeeft. Daarom kon het schilderij ook in zijn tijd, de tijd van de opkomende reformatie, gelezen worden door zowel aanhangers van de reformatie als door vasthoudende katholieken als door de nieuwe humanisten. Want eigenlijk gaat zijn werk nooit over het geloof, maar altijd over de mens. Piet Breugel is dan droevig terug naar zijn graf gegaan, nadat hem op zijn kamer een heel klein morren van schilderij vol kleuren toen ontstaan. En daarop stond geschilderd een vlaming in gevang, gevang van zijn complexe, de sleutelletter, bad als een zaad, de hoed open.